Dank jullie wel dat jullie hier zijn. Ik dacht van de zaal die zal wel hartstikke leeg zijn als Johan Robmans in die grote tent aan het praten is. Maar dat valt heel erg mee, daar ben ik heel blij mee. Mijn naam staat al heel erg op het bord. Ik doe verder helemaal niks met de laptop, dus van mij mag die dadelijk ook gewoon uit. Als je dit even onthoudt, dan gebeurt de rest vanzelf. Ik ga jullie even een beetje wegwijs maken in het land van de werknemerscoöperatie. Het fenomeen werknemerscoöperatie bestaat vanaf het moment dat ik hem heb opgericht. Ik heb 15, 16 jaar een eigen schoonmaakbedrijf gehad in het verleden. En het is een vervelende branche, daar is veel over te doen geweest. Jullie kunnen allemaal de stakingen nog wel herinneren. De vuile treinen in Nederland en alles wat daar omheen gebeurde. En ik was toen de tijd ooit begonnen met het idee, ik wil het wat schoner maken en wat blijer voor de mensen. En omdat ik een BV had, ben ik heel snel het oude pad weer ingetrokken. Het pad van gelddenken, het pad van de harde werkelijkheid, de concurrentiedruk, etcetera, etcetera. En ik ben er in 2010 mee gestopt. Ik heb een paar jaar niks gedaan. En toen alles mijn geld op was, dat was niet veel overigens, dacht ik, ben ik aan de gang gegaan met het opzetten van een werknemerscoöperatie. Want ik vond dat mensen in ieder bedrijf, of het nou schoonmaak of thuiszorg of wat dan ook is, heel goed in staat zijn om zelf met hun werk bezig te zijn. Ik vond dat een schoonmaakster net zoveel hersens in haar hoofd had als ik. Dus waarom zou ik nou in vredesnaam moeten gaan vertellen hoe ze zou moeten schoonmaken? Welke route zou ze door hun gebouw moeten kiezen, et cetera? En ik was dus van mening toen, ergens rond 2012, dat ze dat veel beter zelf konden doen. Ik was aan het spelen met allerlei ideeën en de eerste gedachte die dan bij je opkomt, ze moeten ZZP'er worden. Nou, we weten allemaal dat het met ZZP'ers allemaal nog niet zo heel erg goed geregeld is in Nederland. Het klimaat is er niet goed voor. Alhoewel er natuurlijk best heel veel mensen zijn, ook onder jullie, die ZZP'er zijn, maar daar vaak een bewuste keuze voor gemaakt hebben. Maar het gros van de ZZP'ers in het land hebben die keuze niet zelf gemaakt. Die zijn noodgedwongen, die hoek ingezet en komen dan ook fors in de problemen. En daar zit dus ook heel veel verborgen werkloosheid. En ik weet niet of jullie mijn website al eens ooit gezien hebben. Ik zal dadelijk nog even wat daarover vertellen. Maar ik werd in februari 2012 getriggerd door een uitzending van VPRO Tegenlicht. En dat ging over het stadje Mondragon in Spanje. Iemand ooit van gehoord? Oké, nou is weinig. Maar in Mondragon, daar ging die documentaire over. Was de werkloosheid 3%, terwijl in 2012 de werkloosheid in heel Spanje al ruim boven de 25% was. En inzoomend op dat stadje, in die documentaire, zag je dat alle bedrijven die daar werkzaam waren, die daar bestonden, allemaal werknemerscoöperatie waren. En ik zag werknemers van grote toonaangevende bedrijven, die wereldwijd ook producten afleverden, werknemers praten over hun eigen bedrijf met zoveel vuur in hun donder, dat ik dacht van verdorie, dit is het. He, daar hoorden je werknemers van een bedrijf zeggen van ja, bij ons gaat het ook slecht, wij staan ook onder druk. En, maar wij gaan in plaats van loonsverhoging, zoals de vakbonden daar toen ook bezig waren, over loonsverlaging praten, dan maar met elkaar wat inleveren, want we willen ons bedrijf gezond houden. Ik werd helemaal warm van die gedachten en ik ben meteen die week aan de gang gegaan van op onderzoek uit. Ik had toevallig een klant waarmee ik kon beginnen in de schoonmaakbranche. En die klant die zei, oké, 1 juli beginnen. 'S middags gesprek gehad, 's avonds werd ik gebeld door een journalist van de Volkskrant, Jan Tromp. Die had het verhaal gehoord, toevallig van diezelfde directeur. En 2 weken later stond ik met zo'n pagina in de Volkskrant. En toen moest ik mijn bedrijfsnaam nog bedenken. En ik moest mij aangaan melden bij de Kamer van Koophandel. Want ik dacht, ja, dadelijk heb ik mijn hele idee in de krant gezet en dan sjouwt iemand anders ermee weg. En in 2 weken tijd heb ik dus een hele hoop dingen moeten doen. En toen ik bij de Kamer van Koophandel aankwam, kreeg ik te horen van ja, sorry Schuring, maar je hebt toch eerst statuten nodig, wil je inschrijven? Nou, dan ga ik naar een notaris toe, die heeft geen statuten, want een werknemerscoöperatie bestaat niet in Nederland. Er zijn heel veel coöperaties, maar allemaal ledencoöperaties. Denk aan DNV Campina, waar boeren met elkaar
zich verenigd hebben in een coöperatie, doel zoveel mogelijk melk in de markt zetten tegen zo'n hoog mogelijke prijs, et cetera. Nou, we kennen heel veel van die fenomenen. Maar een werknemerscoöperatie was er niet. En samen met een bevriende notaris zijn we statuten gaan maken 's avonds. En dat was niet zo ingewikkeld, want zo'n stapel die je normaal standaard van de plank krijgt, die kun je heel snel inkorten tot een paar, 4, 5, 6 A4'tjes hooguit. En ik kon me nog net voor het artikel in de krant kwam te staan, kon ik me inschrijven bij de Kamer van Koophandel, geregeld. En toen was de eerste werknemerscoöperatie een feit. Die werknemerscoöperatie heb ik schoon gewoon genoemd. En met dat principe ben ik verder gaan uitbouwen. En wat is in die basis zo belangrijk in die werknemerscoöperatie? Ik zal het zo even op het bord tekenen, als er tenminste een stiftje bij ligt. Als er trouwens vragen zijn, stel ze. Lars die loopt met de microfoon rond, dus ga ze niet tot het eind bewaren. Stel ze gewoon, want het verhaal vertel ik toch wel in die 40. Oké, nou, dat is helemaal mooi. Dat gaat altijd een beetje fout in het begin, dat maakt niet uit. Maar wat ik heel belangrijk vind en waar ik het, als ik in een helikopter zou stappen en ik zou boven Nederland gaan hangen in die helikopter, dan zie ik voortdurend dezelfde dingen gebeuren bij ieder bedrijf en bij iedere organisatie. En waar gaat het in dat geval om? Dat is dat, ik teken dat meestal in de piramide. Wat je in Nederland heel veel ziet, is angst. Angst is iets wat heel makkelijk gezaaid wordt. Onze regering doet dat, onze werkgevers doen dat, onze kerk doet dat, verzekeraars doen dat. We moeten vooral bang zijn, want als we bang zijn, dan heeft er iemand ergens wat touwtjes in zijn handen. En dat zie je overal. Het systeem bestaat ook al duizenden jaren lang. En ik denk dat we, als we vanuit angst dingen gaan doen, en die angst die groeit ook alleen, maar zeker vandaag de dag, wat zet de televisie maar aan en je krijgt het met bakken tegelijk naar binnen, dan zie je dat heel veel onder voorwaarden gaat gebeuren. En met voorwaarden teken ik daar gemakkelijk gehalve ook nog maar even de controle bij, waar we zo lekker goed in zijn. En controles en voorwaarden leveren uiteindelijk heel veel wantrouwen op bij mensen. Alles gaat vanuit wantrouwen. En op het moment dat je met een werknemerscoöperatie dingen met elkaar wil doen, dan is het juist zo belangrijk dat er vertrouwen in jezelf komt, maar ook vertrouwen in elkaar. En dat vertrouwen, dat kan ik niet bedenken. Dat staat ook in geen enkel boekje. Wat we standaard eigenlijk altijd doen, is als we iets willen veranderen, dan doen we dat top-down. Of we huren een interim manager in, of een bedrijvendokter, of noem het allemaal maar op. En dan heet het van buiten naar binnen. Terwijl in mijn optiek en in mijn filosofie het juist van onderuit moet gebeuren. Ik heb in die tijd dat ik geen bedrijf had en mijn geld op aan het maken was, heb ik in de natuur gewoond, ik heb een leem huis gebouwd en ik heb daar geleerd hoe het met dieren gaat en met planten gaat, kruiden vooral. Dat gaat altijd van onderuit. Hè. Je plant een zaadje in de grond en als je dat in goede grond doet, dan komen de wortels vanzelf. En hoe meer wortels, hoe meer stevigheid en hoe meer groei en uiteindelijk ook een goede oogst erachteraan. Nou, de mensen zijn overigens precies zoals die natuur. Hè. Dus ze kunnen zeggen van nou ja, we staan erboven, we kunnen zelfs de natuur manipuleren. Maar we zijn een heel groot onderdeel van die natuur. Mijn honden, de planten buiten, zijn allemaal hetzelfde. Dus we moeten ons er niet boven gaan plaatsen. We moeten ook als die natuur gaan denken, onze eigen natuur gaan volgen. Nou, dat doe je dus van onderuit. Nou, hoe mooi is het als je dan op een gegeven moment, notabene in de schoonmaak, zo'n systeem op gaat zetten waarbij je van onderuit de boel gaat schoonmaken. Ja, ik kan het niet beter bedenken, maar het gebeurt wel. En ik heb dat bedrijf Schoon Gewoon opgezet. De eerste coöperatie is in 's-Hertogenbosch begonnen dus. En we werken daar inmiddels met 25 leden in een coöperatie. En gaandeweg bedacht ik van ja, dat moet ik niet alleen in Den Bosch doen. Ik moet dat niet alleen voor mezelf houden, maar ik moet het breder maken. Ik moet je landelijk uitrollen en het is bovendien uitrolbaar.
in bijna alle branches. Je kunt het bij de overheid doen, je kunt het in een ziekenhuis doen, je kunt het bij grote bedrijven doen. In iedere branche is het van toepassing. Laat het management over aan de schoonmakers, aan de mensen op de vloer zelf. En zie wat er gebeurt. We hebben inmiddels ook Help Gewoon opgericht vorig jaar. Dat kwam omdat er een gemeente mij op de radio had gehoord. En bij Help Gewoon zijn we in de zorgsector beland. Die gemeente die wilde het niet meer doen met de bestaande partijen. Vroeg aan mij, is dit ook van toepassing in de zorg- en welzijnssector? Dat is prima te doen, dat was in oktober 2014. En in 2015, 1 januari, zijn wij begonnen met de eerste coöperatie in de zorgsector in de gemeente Oude IJsselstreek, hier niet erg ver vandaan. En in die gemeente zijn wij welzijnswerkers gaan leveren en mensen die in de jeugdhulpverlening werken. En ik weet nog goed dat ik in december ergens met 14, 15 dames en heren aan tafel zat, allemaal tussen wal en schip geraakt, baan kwijt of baan kwijt, dreigde te raken. En ik heb een voorlichting gegeven van pak een beetje anderhalf uur. En na anderhalf uur waren ze om en zeiden ze, we gaan dit doen. En op 1 januari begonnen ze. Ze tekenden een arbeidsovereenkomst, want dat is zeg maar, dat hoort bij die werknemerscoöperatie. Die in zijn oud vertel ik over zo dadelijk wel eventjes allemaal. En ja, hoe zit het dan met de cao? Ze hadden ook met twee cao's te maken. En ik zei, jongens, niet druk maken, we volgen de cao. In de basis is sowieso alles gelijk. We nemen alles over met wat jullie in de vorige situatie hadden. En we zijn begonnen. En in maart heb ik gezegd, gaan we gewoon met elkaar rond de tafel zitten om te zien hoe we dat arbeidsvoorwaardenpakket, die cao, verder vormgeven. Dus dat, het was inmiddels maart en die dames waren 2,5 maand aan de gang. En we hadden een ochtend belegd en zij gingen toen over geld praten, over salaris, over toeslagen, over ziektewetvergoeding, etc. Het ging alleen maar over geld. Dus ik dacht, nou, dat gaat wat worden. En in totaal hadden ze geloof ik met 3 kwartier de tijd nodig om eruit te komen. Allemaal gelddingen. He, we doen het 110, 120, 140, 180% toeslag. Laten we maar gewoon een gemiddelde pakken. He, en of betalen we onszelf 70, 80 of 100% uit als we ziek zijn, met of zonder wachtdagen. Oh, doe het maar zo, want we beginnen net. He, en dan kunnen we volgend jaar weer verder kijken. En we zijn inmiddels een jaar verder. We hebben goed gedraaid, er is winst gedraaid. En inmiddels zijn ze dus ook zover dat ze zichzelf ook een hoger loon hebben mogen kunnen toegeven. He, dus mensen doen het allemaal zelf. Hoor ik een vraag? Nee. Zelfbestuur. Helemaal zelf doen. Niks van bovenaf. We werken managementvrij. Er zijn geen managers in de organisatie. Ik ben de oprichter. Ik ben de bedenker van het idee. Maar ik heb verder geen vingers in de pap. Zij hebben hun eigen coöperatie in dienst van hun. En hoe hebben we dat nou opgedeeld? We hebben schoongewoon. We hebben alles met het woord gewoon gedaan, dat is ook wel grappig. En ik ben toevallig deze week ben ik met Monita bezig om te kijken of we in het. Ja, dat was een inkoppertje. Maar die naam die lag al vast ergens. Ik weet niet eens bij wat voor soort bedrijf, maar we zitten nu aan ga gewoon of gewoon luk te denken. Maar dat is even een grapje, die laatste. Ja, maar daar gaan we echt mee van start. Ik ben bezig met een kerk in Brabant om die voor een euro over te nemen. En om daar zeg maar een uitvaartcentrum, uitvaartfeestje te maken in de vorm van een werknemerscoöperatie. En dat gaat dus ook binnenkort van start. Dus volg het nieuws maar, dat gebeurt vandaag of morgen een keer. Maar met deze twee zijn we begonnen. En hoe hebben we dat georganiseerd? Ik pak er gewoon maar even één uit, schoon gewoon. Wat we gedaan hebben is dat we een moedercoöperatie gemaakt hebben die zichzelf Schoongewoon Nederland genoemd heeft. En Schoongewoon Nederland, dat is zeg maar het facilitaire bedrijf. Daar gebeurt alles wat de schoonmakers niet doen. He, dus dan moet je denken aan administratie, aan facturering, aan loonverwerking, loonuitbetaling, etc. Een stukje juridische ondersteuning hoort erbij, de website en alles wat ze eigenlijk nodig hebben om zichzelf te profileren in hun markt.
En daaromheen hebben we inmiddels nu 12 corporaties draaien die door het land opgezet zijn. En die corporaties die zien er eigenlijk als volgt uit. We hebben weinig regels, daarom hebben we die statuten ook zo dun kunnen houden. Maar één hele belangrijke regel is dat de corporaties niet groter mogen zijn dan pak een beetje 20, 25 mensen. Ofwel een omzet die varieert tussen de 7,5 ton en de 1 miljoen euro. Waarom hebben we dat gedaan? Omdat we het gelddenken uit het systeem willen halen. Geld is altijd een verschrikkelijk doel in de hele wereld. Daarom gaat het ook overal fout vanwege dat geld. Dus het gelddenken moet eruit halen. Maar ik kan het geld niet weghalen, want we hebben het nodig. Want je moet van A naar B kunnen betalen. Je moet loon betalen, voor, noem maar op. Dus laat het geld vooral een middel zijn en geen doel. Op het moment dat ze hier dollars of euro-tekens in de ogen krijgen, dan willen ze groeien. Hè? Dat wil ieder bedrijf. Hè? Het gaat goed, nou laten we nog van 1 miljoen naar 2 miljoen gaan of nog meer. En wat je dan ziet gebeuren is dat je automatisch de laagjes hier gaat creëren. En die laagjes moet je nou net niet hebben, want met laagjes ga je ook de ego's voeden. En dat moet je niet doen. Dus 20, 25 mensen, max 1 miljoen. Dus vaak zit er een coördinator op die ondersteunt en mensen aanneemt, of in ieder geval de eerste aanzet daartoe geeft, de bestuursvergaderingen regelt, de ledenbijeenkomsten regelt, offertes uitbreekt, dat soort dingen. Meestal is dat een uurtje of 10, 15 in de week parttime werk dus. En iedere coöperatie die kenmerkt zich ook doordat ze zijn eigen inschrijvingsnummer hebben, eigen belastingnummer, een eigen bankrekening, een eigen boekhouding. Het is gewoon een volledig zelfstandige entiteit. De corporaties betalen allemaal 10% aan Schoon Gewoon Nederland. Van die 10% zeg maar, dat is de overhead die we nodig hebben. In de branche van schoonmaken bijvoorbeeld is die overheid bij de meeste grotere bedrijven ligt die tussen de 17 en 18% ergens. Nou, dus het is aanmerkelijk goedkoper. Je zou meteen kunnen denken van, oh, maar dat is lekker, want bij 20 corporaties is het misschien al een leuke boterham. En bij 40 is die boterham nog dikker. Dat is fout, want wat hebben wij hier gezegd? We hebben hier ons verbonden aan de principes van een social enterprise. En een van die dingen is dat we gewoon netjes en fatsoenlijk zijn, maar ook dat we daar geen winst mogen draaien. We hebben daar dus geen winstprincipe. Alles wat winst is, en natuurlijk kun je hier geld overhouden, dit percentage is ook maar ooit een paar jaar geleden met een natte vinger bedacht, omdat je denkt, ja, ergens, je moet een begin maken. Maar door te zeggen van geen winst en salarissen die hier gemaakt worden vastleggen, weet je in ieder geval zeker dat alles wat overblijft, dat vloeit weer terug naar de coöperaties. Dus die delen dan mee in dit stuk, of als dat te gek wordt kun je zeggen van nou we maken hier 8% van. Dat is, maar dat doe je met elkaar en het bestuur wat hier zit, dat bestaat uit de leden die hierin zitten. Dus ze hebben ook volledige inzage in de hele boekhouding. Het lijkt een beetje op een franchise model, maar dat is oud denken. Dus dat moeten we meteen weer vergeten. De franchisegever in het oude systeem zit de gever op de Bahama's, tegenwoordig Panama. En de nemer die werkt zich het ongans. Dus dat moet je omdraaien. Dat hebben we ook omgedraaid. En je moet het transparant houden. Want als je het transparant houdt, dan gaan we weer naar de eerste bladzijde. Dan kweek je ook vertrouwen in plaats van dat er wantrouwige dingen aan de hand zijn. Als het over geld denken gaat, daar kwam ik ook bij stom toeval achter, dan weet je, en dat was ook mijn ervaring toen ik zelf nog een BV had, dan draait alles om de waarde die in zo'n bedrijf gaat zitten. Je ziet die waarde stijgen. Wat je niet ziet is dat accountants vaak allerlei trucjes uithalen, want die zitten vaak met dubbele petten op, die moeten naar de belastingdienst zeg maar zoveel mogelijk belasting creëren. Want daar mogen ze, daar hebben ze zeg maar ook hun bestaansrecht bij. Maar naar hun klanten moeten ze zoveel mogelijk belasting proberen te drukken. Nou, wat ik gemerkt heb, toen ik mijn BV verkocht, dacht ik van nou, ik zit op rozen. En toen die verkocht was, dacht ik, ik heb helemaal geen rozen. Want dan blijkt dat er in één keer allemaal geldstroompjes lopen om die druk te verlagen. Maar dat moet je afrekenen op het moment dat je verkoopt. Dus ik bleef me niks over.
Dus ik dacht, dat moet ik niet hebben in dit hele concept. Dus, want als je in dat gelddenken zit, dan zitten ondernemers altijd te denken van, nou ja, als ik het verkoop, dan heb ik het pensioen veiliggesteld. Het draait om geld. Hier ben ik erachter gekomen dat het helemaal niet om geld draait meer. Want deze mensen die hier zitten, die zullen wel gek zijn om een bedrijf te verkopen. Want dan verkopen ze een bedrijf aan een ander schoonmaakbedrijf. Dan moeten ze ook nog eens met elkaar helemaal 100% over eens zijn. En vanaf het moment dat ze verkocht hebben, tuimelen ze van 12 euro bruto of netto weer naar een minimum wat het schoonmaakbedrijf hanteert. En tegelijkertijd zijn ze dan weer slaaf van zichzelf of van die bazen. Terwijl ze het hier helemaal zelf kunnen doen. Dus het bedrijf is volledig onverkoopbaar. Als jij bij de coöperatie komt werken, dan bepalen overigens alle leden met elkaar of je dat wel kan of mag. He, pas je wel, he, klikt het. En als het pas goed klikt na een jaar, dan mag je ook binnen blijven. Mag je ook helemaal meebesturen, meedelen. Maar dan kun jij, zolang je binnen bent, meegenieten van de vruchten die de coöperatie jou biedt. En dat is gewoon rust. Ik hoor, regelmatig worden leden geïnterviewd op televisie of op voor kranten. En dan hoor je ze zeggen, wat is nou voor jou veranderd? En dan hoor je ze zeggen van, nou, ik ben gewoon weer mens geworden. Ik word weer gezien. En ik kan weer voor mijn gezin zorgen in plaats van dat ik mijn hele dag, een avond en een nacht rot hoef te moeten rennen om aan het inkomen te komen. He, ik mag zelf mijn beslissingen nemen. Ik mag zelf bepalen waar ik mijn spullen koop en of ik links of rechts soms schoonmaak. Daar bemoeit niemand zich mee. En die mensen, die geven dus ontzettend veel eigenwaarde mee. Als ze op een gegeven moment weg willen gaan, dan zeggen ze hun baan op en dan zijn ze weg. He, ze worden afgerekend, ook in de winst van de onderneming, tot het moment dat ze gebleven zijn. En daarna gaat iemand anders op jouw stoel zitten en die profiteert op dat moment weer van de waarde die in die stoel zit. Ja, natuurlijk. Ja, nou, de vraag was, hoe komen ze aan klanten? Dat is een vrij makkelijke vraag. Dankjewel Lars, je moet wel wakker zijn, hè? ja, dat is nou die coördinator, die zorgt wel dat dat netwerk hier werkt. Overigens is het zo dat wij helpen gewoon. En hier werken we met ongeschoolde mensen veelal. Daar zijn mensen vaak hbo of in zelf universitair opgeleid. We hebben een aantal psychologen in dienst daar inmiddels, mensen die in palliatieve zorg werkzaam zijn, mensen die werkzaam zijn in de hoek waar mensen met een hersenafwijking, geboren hersenletsel zitten. Dus dat zijn hoogopgeleide mensen. Daar zie je die coördinatorrol helemaal niet, want dat doen ze met elkaar. Maar hier heb je het wel nodig. Dus die coördinator zal in de schoonmaak veel meer met ook een netwerkje aanleggen bezig zijn om klanten binnen te krijgen. Overigens redeneer ik ook heel simpel van, ik loop niet meer achter klanten aan te jakkeren. Mijn klanten zitten hier in de zaal of in de zaal die ik morgen toespreek en voor de rest doe ik helemaal niks. Want als ik ga lopen zoeken, dat is ook een gouden regel, alles wat je zoekt kost energie. Hè, als ik een acquisitieafdeling op moet zetten, moet ik daar heel veel geld in douwen. En dan moet ik maar zien of ik aan het eind van de rit wat voor terugkrijg. Vaak is dat niet zo. En bovendien, wat krijg ik ervoor terug? Ik krijg gewoon een hele riedel klanten vaak wel binnen. Maar zijn dat nou de klanten die bij ons passen? Nee dus. Dus ik ga heel simpel van het feit uit. De mensen die met ons willen werken, die ons als leverancier in huis willen hebben, die komen vanzelf. En bovendien, of we nou hier 10 of 20 of 30 klanten hebben, 10, 20 of 25 leden, voor iedereen is die boterham er. Dus bij iedere klant komen er wel weer een paar leden bij, dus we hoeven ook niet zo nodig. En op het moment dat een BV die wil gewoon doorgaan met groeien, hier is vol, dan komen er ook geen klanten meer bij. En dan kan er hooguit een coöperatie naast opgezet worden. Dus we hebben ook helemaal niet de drive om te groeien. Met wat we hebben zijn we tevreden, het levert voor iedereen een inkomen op, een blij gezicht. Dat is genoeg. Genoeg is genoeg in onze optiek. Dus het komt vanzelf. Waar wij ook heel anders in zijn, en de vakbonden die konden mijn bloed wel drinken in het begin toen ik de eerste keer
zeg maar, onze geloofsbrieven daaraan op tafel leggen. Want wat wij doen is zeg maar in het verlengstuk van de vakbonden. Dus ik vroeg op een gegeven moment ook aan de vakbonden commitment van, goh, wil je dit ondersteunen? Want dit is iets waar jullie zelf in principe ook altijd mee bezig zijn, hè? Al is de methodiek misschien wat anders. Maar in het begin zeiden echt hoofdbestuurders bij de vakbond van nou ja, vinden het eigenlijk wel een heel goed plan, maar we gaan het niet ondersteunen. Ik zeg, hoezo dan niet? Nou, zeiden ze van, dat duurde even voordat ze er met het antwoord kwamen, dus ik moest trekken van ja, als wij dit gaan doen, als we dit gaan ondersteunen, hebben we over 10 jaar geen vakbond meer nodig. Ja, ik vond dat echt een beetje flauw, maar ik vond het wel eerlijk dat ze dat zo stelden. En later, want de contacten zijn steeds inniger geworden. Ik heb vorig jaar sprak ik op een congres voor alle kaderleden en het hoofdbestuur in Amsterdam. Mooi gebouw. En ik zei, kijk, de vraagstelling was aan mij van, kunnen jullie meehelpen om de vakbond naar 2035 te tillen? Ik zei, dat is goed. Maar 2035 lijkt me wat onhandig, want dan ga je dezelfde kant op als V&D. Nou, we weten inmiddels waar die terecht zijn gekomen. Hè, je moet dat veel meer naar hier tillen. Hè. Jan Rotmans, die daar in de grote zaal zit, hè, die roept voortdurend, we leven niet in een tijdperk van verandering, maar we leven in een verandering van tijdperk. En dat is ook zo. Er gebeurt vandaag de dag verschrikkelijk veel. En je hoeft het ook allemaal niet te bedenken of op te zoeken, het gebeurt vanzelf. Hè. Dus je krijgt vanzelf ook medestanders, mededenkers, mededoeners. Dus je moet het ook niet ingewikkelder maken. Maar de vakbond van nu, hè, die komt nu echt zelf met projecten of met probleemgebieden aan. En vooral in de thuiszorg merken we dat. In Apeldoorn zijn we vorige week de eerste coöperatie begonnen in de thuiszorg. Nou, dat is een hele turbulente markt. Sla de krant maar open en je krijgt het echt voor je kiezen. In Apeldoorn was een probleem met Verian, geen failliet. Vakbond die heeft lopen trekken en doen, maar kwam er niet uit. En uiteindelijk zei ze bij ons van, kunnen we dit voor jullie of met jullie gaan doen? We hebben dat een week hooguit aan tafel gezeten met een paar gesprekken en we zijn vorige week maandag begonnen. En woensdag zaten we bij Paul, de dames dan. Nee, ik zelf niet eens, maar laat die dames daar maar over kletsen, want het is hun ding. Het is hun coöperatie en zij kennen die branche, ik weet echt helemaal niks vanaf. Dus laat hun het verhaal ook maar doen, want het is van hun. Dus met die vakbonden, daar zeg ik ook heel rustig van, jongens, wij volgen de CAO, maar voor de rest zijn we heel ondeugend verder, want we doen dan vooral de dingen die we zelf graag willen doen. Of ik het nou leuk vind of niet. En dan kijken ze eerst ook weer aan van, dit klopt niet. Nou, later denken ze van, dat klopt misschien toch wel, maar dat durven ze ook niet zo hard op uitspreken. Dat is ook goed, dat is een veranderingsproces ook voor hun, hè. Want nogmaals, ik heb ontzettend veel steun van ze op dit moment. Maar ze geeft mij ook de ruimte om anders te gaan denken. Ik vind dat wij niet thuis horen in het CAO-overleg tussen werkgevers, overheid en vakbonden, slash werknemers. Omdat het altijd over ruzie en over geld gaat. Hè. We weten allemaal dat het soms misschien wel een jaar duurt voor het CAO is. Dat is alleen maar energieverspilling. Terwijl, hè, ik ga maar even terug naar het moment van die dames die helpen gewoon, die 3 kwartier nodig hebben om hun eigen CAO af te spreken. Dus wij gaan onze eigen gang daarin. Ik heb nog even een poging gewaagd om via politiek het voor elkaar te krijgen dat we een uitsluitingsclausule op de algemeen verbindend verklaring zouden krijgen. Ik dacht, daar stop ik mee, want dat was een hoop energieverspilling, rechtszaken. Ik wilde dat omdat ik dacht, ja, als ik het niet doe, dan duikt misschien de branche in mijn nek, want die vinden onze aanwezigheid niet fijn. Maar ik dacht, laat maar, dat komt wel. Ik kan heel veel beren op de weg bedenken. Het kunnen er 100 zijn, ik 100 keer hoofdpijn. Als ik niet aan beren denk, dan komt er ook geen hoofdpijn. En als er dan toevallig een beer langskomt, dan kun je op dat moment wel bepalen, ga ik links of rechtsom. We zijn gewoon in de gang gegaan en nu merken we dat de dingen eigenlijk vanzelf gaan. En ik durf er vergif op in te nemen dat we binnen nu en een paar jaar gewoon onze eigen CAO mogen hanteren. Gewoon doen. Dat is een beetje het credo wat we voortdurend hanteren. Dat is ook zeg maar de coöperatie die ik zeg maar hierboven of hier in het midden nog ergens heb hangen.
Daar zit de denktank, daar komen de creatieve ideeën vandaan. Wat we bijvoorbeeld ook niet doen, is als je het weer over vertrouwen en wantrouwen hebt en zo. We weten allemaal dat we, nou, jullie hebben allemaal mee te maken, je bent altijd wel een keer ziek. Als je in dienstverband bent, dan weet je ook dat je binnen de kortste keren bij een arboarts op zijn bureau zit. Die arboarts die hebben we ook helemaal gedelete, daar doen we helemaal niks meer mee. Dus het hele systeem, die hele wetgeving met betrekking tot het reïntegreren tijdens of na ziek zijn, deleten. Niks meer mee doen. En dan hoor je iedereen zeggen, soms zitten er advocaten in de zaal, dat kan helemaal niet, of HR-manager zegt, dat kan helemaal niet, jongens, schuring. Maar dat kan wel. Natuurlijk kan dat. Het enige risico wat we mogelijk zouden lopen, is dat ik een derde ziektejaar voor onze kiezen krijg. Dat is dan maar zo. Kijk, als iemand 3 jaar ziek is, dan heeft hij denk ik een hele goede reden om ziek te zijn. En wat we nu gewoon na een paar jaar werken in deze coöperaties merken, is dat het ziekteverzuim gewoon tot vorig jaar, het eind vorig jaar 0,2% is geweest. In de hele linie, hè. We hebben er vorig jaar ongeveer 20 uit de grond zien opgroeien. Per 1 februari, jongens, leden, steeg het ziekteverzuim in 1 keer naar 20%. En ja, dat was een beetje heftig. Dat hadden we ook niet. Dat is zo'n beer is dat, hè. Want wat was er aan de hand? Ik werd vorig jaar benaderd door in Holland, Hogeschool. Nog wel bekend uit het verleden, omdat ze toen met diploma's wat makkelijk deden. En die hogeschool die zei, dit willen wij ook. Nou ja, goed, praten, enthousiast allemaal. En op een gegeven moment belden ze op van ja, maar dat gaat niet door, want we zijn Europees aanbestedingsplichtig. Ja, dat is jullie probleem. En ik zei, maar eigenlijk is dat niet zo'n heel groot probleem. Hè? Behalve dat jullie het gecreëerd hebben en het overeind houden. Want kijk, alles wat aan wetgeving uit Brussel komt, hè, die Europese aanbestedingen, dat gaat vooral over hoe transparant ben je naar je markt, naar je omgeving. Hè, zodat alle bedrijven, zelfs een bedrijf uit Sicilië, kan inschrijven om daar een school schoon te maken. Dus daar moet je duidelijk in zijn. Dat vind ik allemaal prima. Maar ik vergeleek het een beetje, zeg maar, die regels met een verhuisdoos. Zeg, wat jullie in die doos douwen, daar zit het probleem. Want alles wat jullie doen is geënt op zo goedkoop mogelijk inkopen met heel veel regels erbij. En iedere keer word je genaaid door je leveranciers en dan groeit die stapel. Hè, dan groeien de eisen die eigenlijk uit wantrouwen bestaan, heb je het weer. En dus ik zei, als jullie nou iets voor elkaar zouden kunnen krijgen om die hele doos leeg te gooien en alles wat je wilt tijdens bij die Europese inschrijving op 3-4 A4'tjes gaat schrijven. Dat hebben ze gedaan. En toen, dat was wel ook leuk, want dan zie je dus, want als er een inschrijving, ik weet niet of jullie die ervaring wel eens gehad hebben, maar dan mogen alle partijen die meedoen, die mogen ook vragen gaan stellen. Die worden allemaal openbaar gemaakt, antwoorden ook. En ja, dat was humor, want de voorgaande jaren zeiden ze, waren bijna nooit vragen, want al die grote schoonmaakbedrijven hadden stafafdelingen en die wisten precies hoe ze door 6 minuten, hoe ze door die inschrijvingen heen moesten komen. Dat was allemaal op standaard op de plank. Maar nu hadden ze, ik geloof dat er wel 10, 12 A4'tjes met vragen waren, omdat ze gewoon niet wisten hoe dit werkte. Terwijl het wel maar heel transparant was. Dus we hebben daar een hele grote opdracht mee gekregen. En daarmee haal je dus ook, zeg maar, de mensen mee naar binnen die bij de oude schoonmaakbedrijven werkten. En dus tegen het ziekteverzuim met 20%. Er waren ook veel mensen bij, 4 mensen zelfs, die kanker hadden, dus echt goed ziek waren. Ze zijn allemaal weer aan het werk gegaan, op 1 na. Gewoon omdat ze dit mooi vonden. Gewoon omdat ze er vertrouwen in hadden in hun collega's. Het grap is hoe snel dat ombuigt. Hè? Hoe snel mensen die misschien wel 30 jaar lang, voor heel veel van die mensen waren we de 10e werkgever. En geloof ik in bijna 10 jaar tijd ook. En hoe snel mensen dan veranderen. Wij gaan ervan uit dat als jij ziek bent en die keuze maak je niet zelf, dat is vervelend, bepaal je ook zelf wanneer je weer beter wordt. En er is geen collega, geen medelid die daar een vraagteken bij gaat stellen. En dat is echt de ervaring van tot nu toe. Het zal best een keer gebeuren, nou, dan zien we ook wel weer hoe dat dan gaat, ja.
Ja, hij zit dicht bij de telefoon of bij de microfoon. Nou, wat ik mij nog even afvroeg, u gaf aan dat een coöperatie maximaal 20 leden heeft. Ja. Wat je veel ziet in onderzoek en literatuur is dat zelforganiserende teams maximaal 12 tot 15 zijn om het effectief te houden. Ja. In termen van samen afspraken maken, elkaar ontmoeten, elkaar kennen. Hoe is uw ervaring in de, want dit zijn dan in wezen teams van 20 mensen. Ja, dat is verschillend per métier. Kijk, in de thuiszorg kun je misschien met wat minder af. Alhoewel, ik weet dat bijvoorbeeld bij collega buurtzorg, daar is de limit 12 mensen. Daar worden mensen soms aangenomen, of vaak zelfs aangenomen, met een bepaald contract, pak een beetje 30 uur in de week. En dan werken ze er vaak 40 of 50. Waarom? Omdat als er eentje vrij of ziek is, dan moeten de anderen het opnemen. En dan dus die werkdruk stijgt. Met meer mensen kun je het prima doen ook en ook opvangen. En dan jaag je de mensen ook niet zo in de gordijnen in. Ja? Dat begrijp ik wel, maar het ging mij er even om, deze mensen moeten elkaar kennen om samen besluiten te nemen over allerlei wezenlijke dingen. Ja. En dus daar was ik benieuwd naar. Als je een te grote groep hebt, is het ook lastig om elkaar te kennen. Klopt. En worden dan vergaderingen niet onze landdagen. Dus dat is even. Ja, maar onze ervaring is dat 2025 prima gaat. Je praat over de eerste drie rijen, hè? Ga bij elkaar zitten en binnen een uur ken je elkaar. Nou goed, nog niet goed, maar. Ja, mensen gaan wel dingen voor elkaar over hebben. Hè, en het is ook zo van, er zijn ook mensen bij Den Bosch, hebben werkt ene Arnie. En Arnie, ja, die heeft heel veel dingen buiten het werk te doen. Dus die kan niet altijd invallen. Dat heeft ze van tevoren aangegeven. Nou, dat is duidelijk voor iedereen. We hoeven niet op Arnie te rekenen als er overgewerkt hoeft te worden of ingevallen moet worden. Nog één heel belangrijk ding, en dan stop ik ermee. Overal waar mensen werken. En of dat nou in werk is of in een privé situatie, zelfs in een relatie, zie je dat je elkaar wel eens een keer de gordijnen injaagt. Hè? Dat is gewoon mensen eigen, dat gebeurt. Dus bij ons gebeurt dat ook. Ik hanteer daar een heel simpel gebaar voor, dat is namelijk dit. Hè, dat kennen jullie allemaal wel, hè? Als er iets fout gaat, dan heeft altijd een ander het gedaan. Dus je kijkt vooral niet naar jezelf, terwijl die drie vingers wel iets over jezelf zeggen. He, als ik jou aanneem en het gaat fout tussen jou en mij, dan weet ik één ding zeker, dat het niet alleen jouw fout is, maar ook mijn fout. En zo lossen we ook, zeg maar, de problemen of de conflictjes op die er van tijd tot tijd zijn. Welk aandeel hebben we zelf? Drie vingers, drie vragen. Waarom overkomt mij dit? Wat heeft het me te vertellen? En wat kan ik er in de toekomst mee doen? Wat kan ik ervan leren? Dat zijn drie vragen, drie antwoorden. Als je die aan jezelf stelt, oefen dat vanavond thuis maar een keer voor de spiegel of in bed. He, je weet, er is wat gebeurd in je omgeving. Stel die vragen maar eens. De antwoorden komen ook uit jezelf. Dus nog even herhalen? Ja. Wat zeg je? Welke drie waren het? Herhalen. Drie vragen, drie antwoorden. Waarom overkomt mij dit? Wat heeft het me te vertellen? En wat kan ik er in de toekomst mee doen? Of wat kan ik ervan leren? Dat zijn de drie vragen die je jezelf kunt stellen. En waar je van jezelf uit ook de antwoorden op krijgt. Zo los je ieder probleem op. Toen ik nog een eigen bedrijf had, had ik ook wel eens conflicten. Dan gingen we naar de rechter uiteindelijk. En dan wist ik dat ik 100% gelijk had. En dan zei de rechter tegen mij, Schuring, voor jou dat plus en dat min, een dame voor jou dat plus en dat min. Ik ga thee drinken, over een half uur, dan zie ik jullie wel terug van de gang. Dan zijn jullie er vast wel uitgekomen, hè. Zo worden 80% van de rechtszaken opgelost. Dus, als het daar kan, kan het hier ook. Hou het simpel, hou het basic. En zorg dat je die pijltjes van het organische in de gaten houdt. Dan kom je in een heel eind. Ik dank jullie wel. Dankjewel voor je inspirerende verhalen. Ik vind het prachtig hoe je dingen ook echt in de praktijk brengt.